This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ja, we zitten nog altijd in de week tegen pesten. Tot en met 1 maart. Eerst en vooral wil ik jullie allemaal bedanken voor het inzenden van jullie foto's met jullie hand erop natuurlijk. Het doet me heel veel plezier dat er nog zoveel mensen zijn die ook nog eens tegen pesten zijn. En die natuurlijk ons willen helpen. Ik ga jullie hier foto's laten zien dat ik toegekregen heb deze week van mensen die hun hand die 4 tekens gegeven hebben. Als jullie foto er niet bij is, niet getreurd, geen probleem. De volgende keer staat hij er zeker bij, want ik ga later nog een video doen over pesten. Dat waren de foto's die ik toegekregen heb. Allemaal nog eens hartelijk bedankt hiervoor. Nu, ik heb niet alleen foto's toegekregen. Ik heb ook pestverhalen gekregen van mensen die mij hun pestverhalen eigenlijk doorgestuurd hebben. Laten we er meteen aan beginnen. De eerste is van Lien en zij zegt: ik word gepest op school en ik vind dat echt niet leuk. Ik word dan uitgelachen en ze slagen mij en ze schoppen mij. Daardoor kan ik me heel moeilijk concentreren op school en ik kan ook niet goed slapen. En ik ween ook heel vaak en ik begin meer en meer te denken om mezelf te snijden of pijn te doen. Ik weet niet waarom of wat ik moet doen. Help mij. Lieve Lien, ik begrijp dat je je slecht voelt en dat je echt rot voelt. Maar jezelf snijden mocht je echt niet doen. 1. Dit doet heel veel pijn. En 2. Dat zijn meestal blijvende littekens die niet meer weggaan. Wat je het beste kunt doen is erover praten. Met de leerkracht, maar ook met je ouders. Je staat er echt niet alleen voor. Heel veel mensen worden gepest en erover praten is meestal de beste oplossing. Want alleen op deze manier kan er echt wel iets aan gedaan worden. Als jij echt in de gedachte zit om je eigen te snijden, dan lijkt het mij het beste om daar toch zeker over te praten met je ouders, zodat zij de juiste professionele hulp kunnen zoeken voor jou. Die zijn meestal ook gespecialiseerd in die dingen. Weet ook heel goed dat het niet jouw fout is, want er is maar 1 schuldige en dat is de pester zelf. Het tweede komt van een zekere Lopke. En zij schrijft: mijn broer werd vroeger veel gepest op school en hij vond het echt niet gemakkelijk om hierover te praten wat hij toen allemaal meegemaakt heeft. Hij schaamde zich hierover en hij probeerde dat allemaal uit zijn eigen, allemaal alleen op te lossen. Maar toen dat niet lukte, zocht hij iemand waar hij terecht kon en dat waren natuurlijk onze ouders. Hij heeft het ook aan mij verteld, maar ook aan een leerkracht en we hebben geprobeerd om dat pestgedrag te doen te stoppen. We hebben hem allemaal gesteund en ook geholpen hierin. Wel Lopke, ik ben heel blij om te horen dat jij en ook je ouders en ook de leerkracht eigenlijk allemaal er waren om hem te helpen en om hem te steunen hierin. Ik ben er ook wel zeker van dat hij dit kon ook gebruiken. Het is inderdaad niet gemakkelijk om daarover te praten met iemand. En meestal inderdaad schaamt je je daar ook voor. Maar weet 1 ding, dat is iets waar je je nooit niet moet over schamen. Je moet het ook nooit niet alleen oplossen. Dus praat er zeker altijd over. Oké, de volgende. Dat is onze derde al. En dat is van een zekere Romy. En zij schrijft: ik word gepest en dat doet echt heel veel pijn. Ze zeggen dat ik lelijk ben en ik hoor er ook niet bij. En ik heb het gevoel dat ik in de steek gelaten word. Hey, lieve Romy. Eerst en vooral, als mensen zeggen dat jij lelijk bent, dat zijn meestal mensen die zelf lelijk zijn, geloof me. Of het kunnen ook mensen zijn die juist jaloers zijn, omdat jij juist wel mooi bent. Denk daar maar eens over na. Maar 1 ding moet je heel goed onthouden, Romy. Schoonheid, dat zit in je hart en niet het uiterlijke. Het maakt in principe niet uit wie je bent, wat je bent, of je nu dik of dun bent, of homo bent, of whatever bent. Alle mensen zijn mooi op hun eigen manier. Elke mens is ook uniek. Dus dat maakt echt niet uit. En meestal, hè,
zijn de pesters niet mooi. En weet je waarom niet? Omdat hun hart zwart is. Omdat hun hart niet eerlijk is. Dat is het. Dus lieve Romy, wat dat jij moet doen is deze mensen gewoon negeren. Laat deze mensen links liggen. Ga op zoek naar nieuwe vrienden. Vrienden die jou wel accepteren om wie je bent. En dat zijn pas echte vrienden. Onze volgende is van Sebastien. En hij schrijft mij... Ze pesten mij omdat ik homo ben. En als ik op straat loop, dan roepen ze vuile homo of choco naar mij toe. En dat vind ik echt niet leuk om te horen. En zeker niet op straat, terwijl al die andere mensen dat kunnen horen. Dit is inderdaad niet leuk. En ik vind het eigenlijk vrij een beetje kinderachtig wat ze doen met jou, Sebastien. Pesten is nooit leuk. Maar iemand pesten of afbreken omwille van zijn geaardheid... Alsjeblieft, mensen, dat vind ik verschrikkelijk. Ik word daar zelfs een klein beetje boos van, om eerlijk te zijn. Het maakt toch niet uit wie je bent, of wat je bent, of je homo bent of niet homo bent. Alsjeblieft, zeg. We leven in 2019, hè? Ik vind, elke mens heeft het recht te zijn wie ze zijn. En het is trouwens ook geen schande dat er iemand homo is, hè? Laat mensen gewoon gelukkig zijn op hun eigen manier. Trouwens, als ze choco roepen, hè, dan zullen ze toch eens moeten opzoeken op internet wat dat choco precies is. Want choco, dat is dat je bij een winkel kunt kopen. Hm? Dat is niet echt homo-achtig, hè. Dus als ze choco roepen, dan moet jij gewoon denken, ha, die pesters zijn echt wel dom. Want choco, dat kun je in de winkel kopen, dat doe je tussen een boterham om op te eten. Dus de volgende keer zeg je ook van, lekker choco, I love choco. Onze volgende is van een zekere Jonathan. En hij schrijft... Ik word gepest omdat ik op een buitengewoon onderwijs zit. En omdat ik niet echt slim ben. Ik ben meer bezig met mijn muziek dan met mijn school. Ik vind het niet echt leuk. En mijn ouders weten dat er iets is. Maar ik durf het niet echt te zeggen. Hé hey Jonathan. Het maakt in principe niet uit in welke school je zit. Of je nu naar een gewoon school gaat, of naar een BLO-school gaat, of naar een buurschool gaat, dat maakt toch allemaal niet uit. Het belangrijkste is dat je naar school gaat. Dat is het belangrijkste. Kijk, Jonathan, niemand is perfect in deze wereld. En uiteindelijk hè, mogen die mensen blij zijn dat er zo'n scholen bestaan zoals BLO en BUZO. Want weet je, die scholen zijn er om mensen die minder goed leren. Ik zeg niet slecht leren, want... Jij leert ook goed. Maar dat zijn speciale scholen om mensen die minder goed leren, toch de kans te krijgen dat ze ook een beroep kunnen leren. Dat ze ook naar school mogen gaan en noem maar op. Dus eigenlijk moeten ze blij zijn dat die scholen er ook bestaan. Elke mens heeft trouwens wel iets dat hij kan of dat hij niet kan. Kijk Jonathan, als jij goed bent in muziek, dan wil dat zeggen dat die anderen dan misschien daar niet goed in zijn. Die anderen zijn misschien goed in andere dingen. Dus elke mens is wel in iets goed. Maar je moet er wel over praten met je ouders. Zodat dat deze mensen ook weten wat er allemaal afspeelt hier in jouw gedachten. Want dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Die mensen kunnen jou helpen. En die willen jou ook wel helpen. Oké, tijd voor de volgende. Hallo, mijn naam is Soraya. Ik ben 9 jaar oud en ik word al 3 jaar gepest omwille dat ik dik ben. Dit doet heel veel pijn en ik weet niet wat ik moet doen. Lieve Soraya, het maakt niet uit of je nu dik bent, of lelijk bent, of homo bent, of whatever bent. Pesten hoort gewoon niet thuis. Dat is fout. Dat is iets fout dat mensen doen. En mensen moeten dat beginnen begrijpen, moeten dat echt beseffen dat dat niet kan. Dat is echt wel fout. Kijk eens Soraya, je bent nu nog maar 9 jaar. Dus je bent eigenlijk nog heel jong en je hebt nog een heel leven voor je. Wat jij het beste kunt doen nu, dat is praat er alsjeblieft over met je ouders. Dat jij gepest wordt. Spreek ook de leerkracht aan. Want die moeten ook op de hoogte zijn van de pesterijen die jij moet verdragen. Het is echt wel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen hier op de hoogte van zijn. Oké, de volgende, dat is van een zekere Steffi. En zij zegt, vandaag hebben er op school mij verteld dat ik zelfmoord moet plegen. Ze zeggen dat ik van een brug moet springen met weinig water. Kijk hier, lieve Steffi. Iemand dat jou vertelt dat jij moet zelfmoord plegen, dat zijn geen normaal mensen, geloof me. Dus je moet zeker niet doen wat dat zij willen. Maar
Blijf erover praten, zoveel mogelijk. Met je ouders, leerkrachten op school en noem maar op. Dat is echt zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dat weten. Dat zoveel mogelijk dat mensen op de hoogte zijn van dit. En dat mensen ook op die manier jou kunnen helpen. Dus Steffi, doe dat alsjeblieft. Deze is echt niet oké. Alleen iemand dat zegt dat jij moet zelfmoord plegen? Nee, dat is gewoon niet normaal. Die mensen zijn echt niet normaal. Oké, de volgende is van Shane. Een mooie naam trouwens, Shane. En hij schrijft... Mensen pesten mij omdat ik metal luister en omdat ik lelijk ben. Beste Shane, kijk. Iedereen heeft zijn eigen muziekstijl. Of dat ze het nu mooi vinden of niet mooi vinden. Kijk, jij moet luisteren naar waar dat jij wil luisteren. Als ik nu morgen naar K3 wil luisteren, dan wil ik naar K3 luisteren. Dan heeft niemand daar een commentaar op te geven op mij van... Ja, maar dat is muziek voor kindjes. Jij mag daar niet naar luisteren. Hallo, dat is mijn leven. Ik luister naar wat ik wil luisteren. Als ik naar K3 wil luisteren, dan wil ik naar K3 luisteren. Wil ik overmorgen naar Kabouter Plop luisteren, dan luister ik naar Kabouter Plop. Of... Kijk ik liever naar tekenfilms en kijk ik liever naar tekenfilms. Dat is het gewoon zo. Elke mens heeft zijn eigen stijl van muziek, van films, noem maar op. Het is normaal dat niemand niet dezelfde stijl heeft, hè. En ook, hè, lieve mensen, in verband te pesten omdat er iemand lelijk is. Is dat nu echt nodig? Kom aan, kijk. Als ik nu zelfs op straat loop, geloof me... Al die mensen zijn geen fotomodellen, hè, die hier op straat rondlopen. Het is niet dat je hier een boxknopen doet en dat je ineens allemaal modellen ziet, dat die allemaal moeten mooi zijn. En noem maar op en noem maar op. Oh, zeg, deze is geen misverkiezing, hè. Deze leven is geen misverkiezing, hè. Kijk, in het leven moet je mooie mensen, lelijke mensen hebben en uiteindelijke mensen. Jij, als jij gepest wordt omdat je lelijk bent, moet je hier denken... Nee, manneke, ik ben niet lelijk, maar jij bent lelijk. En weet je waarom? Omdat uw hart is lelijk. Als uw hart lelijk is, dan zeg je zo'n dingen. Kijk, ik kan op straat rondlopen en dat kan zijn dat ik iemand niet mooi vind. Maar ik ga dat niet zeggen tegen die persoon van hey, ik vind u echt niet mooi, ik vind u kei lelijk. Allee, je doet dat niet. Ik vind, je moet nogal het lef hebben om dat te durven zeggen. Ik vind, je hebt ten eerste geen respect voor mensen en ten tweede... Dat hoort er gewoon niet, alsjeblieft. Oké, en dan zijn we al aan nummertje 9 gekomen, zie ik. Hallo, ik ben Lindsay en ik word heel gepest door mijn uiterlijk. En ik heb ook een broertje dat dood is. Ze zeggen dat dit mijn schuld is en ze lachen mij daarmee uit. En ze zeggen dat er al veel doden zijn door mijn schuld. Ik heb geen zin meer om te leven. En ik wil het gewoon opgeven. Ik ben nog maar 14 jaar, maar het komt allemaal heel hard aan. Hoi, lieve Lindsay. Ik weet even niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik schaam me echt enorm hard in hun plaats dat ze dat durven zeggen dat de dood van jouw broertje jouw schuld is. En sorry om te horen voor dit. De dood is nooit niet leuk en zeker niet als het om je eigen familie gaat. Dat is altijd heel pijnlijk en noem maar op. Nee. Dus lieve Lindsay... Niet denken dat de dood van jouw broertje jouw schuld is, want dat is dus niet waar. Sommige mensen gaan dood op latere leeftijd, als ze wat ouder zijn. Maar er zijn jammer genoeg in dit leven ook mensen die doodgaan als ze nog heel jong zijn. Of zelfs babytjes. Weet je, op de dood, daar staat eigenlijk geen leeftijd op. En dood moeten we allemaal, jammer genoeg. En lieve mensen, om iemand te pesten over de dood... Doe dat alsjeblieft niet. Doe dat alsjeblieft niet. Allee, dat ga je toch gewoon niet doen. Pesten, een dood en dan nog zeggen... Ja, dat is uw schuld dat die mensen dood zijn. Kom aan, alsjeblieft mensen. Pesten is nooit niet leuk. Maar iemand pesten om de dood van uw eigen familie... Dat gaat wel heel ver, hè. Nu, lieve Lindsay, laat je zeker niet klein krijgen door deze mensen. Praat er zeker over met je ouders, maar ook met de leerkrachten weer al. Echt wel belangrijk dat praten erover zeker kan helpen. Zeker in deze geval, hè, van als je al begint te pesten omwille van de dood van je broertje en zeggen dat dat jouw schuld is,
Sorry, maar dat zijn echt zieke mensen die zoiets zeggen, hè. Die mensen zijn niet goed hier in hun kop. En dan zijn we gekomen aan onze laatste. En dat is van een zekere Jade. Ook een mooie naam trouwens. Zij vertelt me dat ze gepest wordt omdat ze een andere huidskleur heeft. Serieus mensen? Jullie gaan iemand pesten omdat hij een andere huidskleur heeft? Kijk, lieve mensen. Onze wereld zit vol met kleuren. En het maakt toch niet uit of iemand nu zwart, wit, geel of paars eruit ziet. Kom aan. Alhoewel, paars, dan zou ik toch eens even bij mijn dokter gaan, want dat is inderdaad niet gezond. Maar goed, wat ik hier wil zeggen is, het maakt echt niet uit. Iemand zwart, bruin, wit of whatever is. Het is gewoon een ander kleurtje, maar dat kan ook mooi zijn, hè. Trouwens. Iemand pesten omwille van een andere huidskleur, dat lijkt me al een beetje meer op racisme trekken. En dat vind ik ook dus niet echt kunnen. Je gaat niet iemand discrimineren omwille dat hij zwart is, of omwille dat hij homo is, of whatever is. Nee. Laat het alsjeblieft zijn. Zo, lieve mensen. Dat waren de 10 inzendingen die ik gekregen heb. Nu, uit alles wat ik hier gelezen heb, en wat dat mij heel erg opvalt, is dat mensen vooral gepest worden omwille van hun uiterlijk, omwille van hun geaardheid, omwille van hun... Ja, dik, lelijk. Oh, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk is dat. En om heel eerlijk te zijn, lieve mensen, is mijn verstand daar een beetje te klein voor. Maar goed, we zijn aan het laatste gekomen, aan het einde dus gekomen van onze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het inzenden van jullie foto's. En ook de verhalen natuurlijk. Dank u allemaal hiervoor. Ik vond het alvast een heel geslaagde video weer al. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Doe alvast een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En vergeet niet het belletje te klikken naast de abonneerknop. Want dan blijf jij op de hoogte van de volgende nieuwe video dat ik post. Ook niet vergeten te delen mijn video's of te sharen. Maakt niet uit, dat is allemaal hetzelfde. Maar dan, dat is ook altijd leuk, want zo kunnen andere mensen ook mijn video's bekijken. Misschien krijg ik ook meer abonnees, wat dat mij kan helpen in mijn YouTube-carrière. En dan zie ik jullie terug in de volgende nieuwe video. Mwah. This is me, I'm so royal, and you all wanna be brand.